Heilige Bernarduskerk Made, zaterdagavond, mis, maar een mis met een speciale emissie. Een specialiteit, een zegening. Pastoor Jos Demmers zegent vanavond een groep pelgrims, fietsers, die een barre fietstocht, of misschien wel een hele mooie fietstocht, nog moeten gaan maken. Voor het goede doel bezig, voor het zoeken naar sponsoren. Wij gaan namelijk fietsen vanuit Made naar Santiago de Compostela met 6 personen, waarvan 5 fietsen en 1 met de auto. Wij doen dit voor de oncologie, de leukemie-patiënten, vrienden van Amphia te Breda. Mijn man heeft zelf leukemie gehad en weet wat het is als je daarvoor behandeld wordt. Hij heeft daar 4,5 maand in het ziekenhuis gelegen en is weer helemaal opgeknapt. Hij heeft daar 2 jaar over gedaan om weer helemaal terug te komen. Hij was 62 kilo toen hij erin lag, was toen al 13 kilo van tevoren kwijt en is er met 38 kilo eruit gekomen. Moest weer leren lopen en eten. En vele revalideren om weer terug te komen. We hebben toen ook onze zoon verloren. De een vocht voor zijn leven en de ander gaf het zomaar op. We zijn toen heel goed opgevangen in het Amphia ziekenhuis. En eruit gekomen zoals we er nu voor staan. Vandaar dat we voor het goede doel vrienden van Amphia Santiago gaan fietsen. Het is al heel erg als je leukemie hebt, maar ook de tijd dat je dan ziek bent en toch wat kracht hebt om er toch voor te vechten. De mensen kunnen al niet veel dan liggen in het ziekenhuis. Maar als je wat te doen hebt, dan gaat de tijd ook sneller. En heb je met je gedachten even ergens anders mee. Sorry. En ben je met je gedachten even ergens anders mee bezig? Dus vandaar dat we gaan fietsen voor het goede doel. Voor tablets, MP3-spelers en home trainers. Wat afleiding en de spieren een beetje op peil te houden. Om het wat aangenamer te maken voor deze patiënten. We hebben ook een blog aangemaakt om ons te volgen hoe en wat we allemaal doen. Dit is www.zodewin.waarbenjijnu. We hebben nog folders achter in de kerk. U kunt ze gerust meenemen. We vinden het op prijs dat we via deze weg ons doel aan meerdere mensen kunnen laten weten waar we mee bezig zijn. En dit ten name voor de leukemieafdeling Amphia ziekenhuis. Hoge de Heer God, bij jullie op uw tocht aanwezig zijn en jullie reis gesteld zijn. Hoog jullie de reis, jullie vol vertrouwen gaan beginnen, met Gods hulp tot een goed einde brengen. Door Christus ons. En dan wil ik jullie en jullie fietsen, u gaan zegenen. Mag Santiago gezegend zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat ze de zegen van de Heer met jullie allen mogen zijn en behouden thuis van ons. Dank je wel. God, eindeloos is uw barmhartigheid en onbegrensde heerschappij. Door tijd nog ruimte wordt gij afgehouden van hen die gij wilt beschermen. Wees nabij aan uw dienaren die waarden ook op u vertrouwen. Wees hun begeleider en metgezel op elke weg die zij gaan. Laat geen tegenspoed hen schaden, geen moeilijkheden hun in de weg staan.
Mogen alles voor hen heilzaam zijn en ook alles voorspoedig verlopen, zodat zij door de kracht van uw liefde met goed gevolg bereiken waar zij naartoe gaan en ook weer behouden mogen terugkomen door Christus onze Heer. Op voorspraak van de heilige Christoffel mogen deze auto gezegend zijn, opdat deze hen die ermee reizen veilig mogen begeleiden en veiliger mogen thuisbrengen door Christus onze Heer, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Kees Kooijman, helemaal, ja. Kost er al heel lang, hoe lang al? Nou, september 40 jaar en ik hoop nog het lang mogen doen, de kerk nog lang maar blijven staan. Dat hoop ik ook voor u, maar is dit vaak gebeurd, zulke zegeningen? Nee, nog nooit. Dit is nog nooit gebeurd? De eerste keer. Fantastisch, hè? Ja, prachtig. Wat wil u de fietsers meegeven op hun mooie tocht? Nou, dat ze een goede reis hebben en behouden thuiskomst. Dank u wel. Want een hele onderneming, dat weet ik. Dank je wel. Mooie mis geweest, sterkte voor iedereen, maar ik wil graag even vragen wie iedereen precies is. Corrie Soeters. Carla van Dongen, zusje van Corrie. Hans van Dongen. Johan Soeters. Jan de Wit. En de laatste? Yvonne Willems. En Yvonne gaat op de auto verder. En hier naast mij zitten nog twee kleine. Ken jij een van de fietsers, Mike? Ja. En wie is dat dan? Opa. En heeft opa er al veel over verteld? Weet ik niet. Is hij er al lang mee bezig? Best wel. Hij gaat het halen, hè? Ja. Toi. Toch? Ja. Even een vraag. Hoeveel kilometer is het, opa? 2600 kilometer. En hoe lang gaan jullie erover doen? Ik denk 4 weken. En hoeveel stopplaatsen heb je? Dat is nog niet bekend. Weet je welke stopplaatsen en waar? Nee, wij kijken wel elke dag waar we uitkomen. De ene keer is het wat minder en de andere keer is het wat meer. En komen jullie dan precies op 25 juli, de feestdag van Santiago de Compostela, daar aan? Feestdag van Jacobus? Dat is moeilijk. Dat kan nog niet voorspellen. Je weet niet wat er van in kan gebeuren, zeg maar. Als er iemand onwel wordt of... We hopen niet, maar je weet niet wat ertussen kan gebeuren. Natuurlijk een brandende vraag. Hoe komen jullie terug? Dat is nog even voor onze verrassing. Of met vliegtuig of met de trein. Ik wens jullie en namens heel Omroep Drimmelen ontzettend veel succes, sterkte, maar vooral heel veel plezier. Ja, dankjewel. Aanvaard de tocht. Stap op en ga. Oké, dankjewel. Dag. Doei. Veel plezier.